De 66-jarige Petru en zijn vrouw Anna, die 65 is, wonen in Moldavië. Samen hebben ze 5 kinderen die allemaal het huis uit zijn. Sinds 10 jaar zorgt het echtpaar voor weeskinderen. Op dit moment wonen er 7 jongens bij hen in huis. De armoede in hun vaderland is groot. Veel mensen kunnen niet of nauwelijks rondkomen. Om die reden besluiten veel mensen om een baan in het buitenland te zoeken. Kinderen blijven achter bij hun grootouders of komen in een pleeggezin, zoals het gezin van Petru en Anna, terecht. De familie Sirbu houdt al jarenlang schapen. Eerst hadden ze 13 wat oudere schapen, maar dankzij een lening konden ze 6 jongere schapen kopen. Deze zorgden vorig voorjaar voor 6 lammeren. Ze zijn het begin van een nieuwe en gezonde kudde. Dankzij de schapen kunnen Petru en Anna de kinderen van melk, kaas en vlees voorzien. Dat geldt ook voor kwetsbare gezinnen in de omgeving die kaas en melk van Petru en Anna krijgen. Verder hebben ze 2 van de 6 lammeren aan een gezin in het dorp geschonken. Er zijn meer gezinnen die, net als de familie Sirbu, graag hun eigen bestaan op willen bouwen. Ze hebben daar hulp bij nodig. En indirect worden daarmee veel meer kwetsbare gezinnen geholpen aan eten en een toekomst.